miedo. Blue Coat. I've sounded the alarm. Did you see a spirit? Are you all right? I never felt better. Dag Pure-bezoekers. Dag iedereen. Welkom bij de Pure Play van Assassin's Creed 3, The Betrayal. De tweede telg uit de DLC-reeks. Yep. Wie die Infamy nog niet heeft gespeeld of uitgespeeld, even vooruit spoelen, want we gaan het fictief hebben over wat er een maandje geleden is gebeurd. Ja. In die Infamy, dus Raton Akiton. Oftewel Connor, en zo ga ik altijd blijven verwijzen naar hem, want dat rolt makkelijker van de tong. Ja. Is dus gevangen genomen en wordt naar Boston gebracht als een soort van... Een prijs. Als een veroveringetje. Ja, voor Washington van kijk eens wat wij hebben gevangen. Maar we zitten dus nu in het begin eigenlijk van de DLC. En we zijn aan het ontsnappen. Want ja, we laten ons natuurlijk niet zomaar meenemen zonder gevat worden. Slag of stoten. Ja. Ik ben even aan het focussen nu, want ik wil toch iets hier goed krijgen. Ja, ik zou ook moeten een Eagle Assassination kunnen uitvoeren, maar dat is nu niet zo direct. Kun je een dubbele? Wacht. Niet van hieruit, nee, dan niet. Maar ik ben er dus zo in beland, maar ik kan ook perfect er dan uit vliegen, normaal gezien. Hup. Ja. En het neemt veel minder health ook weg dan de wolfkracht, die nog altijd erin zit. Ja, ja, dus je kan kills maken in combinatie met elkaar. Er zijn zelfs enkele missies waar je het in combinatie moet gebruiken met elkaar. Dus eerst infiltreren zonder gezien te worden met je wolfkracht en dan met adelaarskracht weer iemand achtervolgen enzovoort. Maar je kan dus ook mensen echt taggen en vanuit... Zoals nu. Van op de hoogte. Hopla. Helemaal dan naar beneden vliegen en iemand aanvallen. Zonder gespot, ja. We gaan proberen het zo ook uit te spelen. Niet en moest het niet lukken, ja, dat maakt niet zoveel uit, want ik had hem eigenlijk al. Die optional objective. Hop. Die hebben we ook. Dat is al klaar. Nu nog twee andere. Je hebt er juist hem ook nog gezien, hè? Benjamin Franklin. Er zitten iets meer historische personages ook deze keer weer in. Ja. En ik heb altijd... Ja, oh wel. Ik heb het historische karakter ook altijd wel weten te appreciëren. Ja. In Assassin's Creed. Inderdaad. Games in het algemeen. Ja. En hier is het wel meer, want ja, in de vorige, in die Infamy, was het zo minder. Gaat minder... Die historische context kan ook zijn omdat het zich in die bossen in de Massachusetts afspeelde. Ja, moet inleiden ook, hè. Dus het was het begin van de DLC-reeks eigenlijk ook, hè. Ja, ja. Dus misschien moest het zich inderdaad nog plaatsen en situeren. En nu komt het eigenlijk pas los, precies. Die indruk hebben we toch al eens sinds dat het zo meer... Ja, en het is heel positief dat je adelaarskracht ook zeer vroeg al krijgt eigenlijk in deze DLC. Want gameplay dat was een paktoffer. Dat was een minpunt in de vorige ook. Dat die nieuwe kracht, dat die echt maar zo... vanaf halverwege werd geïntroduceerd en dat je die pas echt volwaardig kon gebruiken in de twee laatste opdrachten. Hier dus niet, je krijgt die direct vanaf de eerste of tweede missie. En er zijn een aantal opdrachten meer, dus de game is ook, of deze DLC is ietsje langer. Het is niet veel langer, pakt eigenlijk een half uurtje misschien. Maar in totaal dus qua DLC-tijd kan het toch wel al wat tellen. Ja, dus. Toch iets. En nu moeten we dus die adelaarskracht gebruiken om Benjamin Franklin te achtervolgen, die probeert te vluchten van mij. En dat zorgt ervoor dat we dus natuurlijk, zoals je het kan zien, heel snel ons kunnen verplaatsen en van dak naar dak. Een soort van voordeel hebben op hem. Ja. Daar zijn die troepen waar ik vorige keer door ben gevat geweest, dus die slaan we nu gewoon volledig over. Fuck hem, echt waar, man. Oh, dat was nipt. Ik ga wachten. Ik wacht echt totdat hij hier op die open vlakte loopt. Dat is perfect. Hopla. Oh, yeah. There we go. Daar Bam. Gaat hij. Oh. Kijk eens hoe mooi. Ik krijg ook meer te weten over het verhaal dat er aan de gang is. Het is zo heel vreemd, hè, wat er aan het gebeuren is. Washington is king en... Ja, maar er is meer aan de hand, want hij beseft dat hij zich ook in een alternatief universum precies bevindt. En hier ga je het ook opmerken, bijvoorbeeld nadat we dus Benjamin Franklin hebben neergehaald. Zat moeten gebeuren. Ja, dit snappen we nog altijd niet. Altijd, die appels moeten pakken. We waren zitten in het laatste scherm, we hebben geen idee. Maar ik loop er gewoon achter. Om mij bezig te houden. Want ja, het moet toch laden. Oh, daar is er nog één. Dat moet ergens een of andere bedoeling hebben. Dat kan niet anders. We hebben het niet gevonden in deze DLC. Komt het later aan bod? We weten het niet. Ja, dat was dus één missie. Ik stel voor dat we het misschien daar ook bij gaan houden. Ik wil nog altijd wel bijvoorbeeld
deze tonen. Ja. De vierde dan. Die een beetje erop aansluit. Fight King Washington. Maar het is geen spoiler, want het gebeurt zo... Ja, het is moeilijk uit te leggen. Het is heel bizar wat er aan de hand is. Er zit meer achter, maar we weten het nog niet. Wat goed is ook, hè, dat geeft de DLC natuurlijk meer... meer waarde eigenlijk. Ja. Zeg maar. En het zorgt voor een goede opbouw. Er is meer cliffhanger, er is meer spanning. Eigenlijk op alle vlakken is deze DLC wel een stapje beter dan zijn voorganger. Op veel vlakken, ja. Op veel vlakken, maar op andere vlakken is hij dan weer achteruit precies gegaan. Hij is buggy. Bij de meeste Ubisoft games helaas. Ja, en Assassin's Creed 3 had al bugs van zichzelf. Dus de AI is hier nog altijd wel... heeft zo van die rare bedoelingen en steekt vreemde dingen uit. Dus dat zit er hier ook nog altijd in en dat gaan we ook in die derde waarschijnlijk ook vermelden. In die volgende maand uitkomt. Of was dat ook alweer de verlossing zeker? Ja. Ja, nu moeten we dus onze adelaarskrachten gebruiken om King Washington ineens te bevechten. Bijvoorbeeld hier onze adelaarskracht. Die gebruiken we dan zo. Hij slaat dan met zijn scepter met die appel van Eden terug. Wordt teruggeslagen. En dat we hier gewoon ook goed moeten timen vooral. Nu lukt het niet, want er laat zo'n schild boven hem op. Het is de timing vooral. Als hij vuur. Nu. Ja, dat was de bedoeling. Ja. Het is gelukkig geen spoiler, want het speelt zich precies meer af in zijn hoofd of zo. Ja, in zijn droom. Dat ga je zo dadelijk ook zien als deze missie of deze opdracht ten einde is. En hier moeten we onze wolfkracht vanuit die infamie gebruiken om hem zo te besluipen en dan... ja, een map te geven als dat lukt. Dat zou het moeten gebeuren. Maar we mogen dus bijvoorbeeld niet in die orbs lopen, want die geven onze locatie prijs. Ik dacht vreemd, hè? Escape. Wacht even. Daar dus. Nu moeten we onze adelaarskracht gebruiken om eigenlijk te ontsnappen. En dan krijgen we nog een paar flashbacks terug. Inderdaad. Te zien. Een beetje referentie, een beetje meer identificatie, spanning. Ja, een beetje mysterie ook wel. Ja. Want we weten echt nog altijd niet wat er aan de hand is. Maar er vallen zo wat puzzelstukken samen. Want je zag er ook Benjamin Franklin zeggen van... oh, wat is er gebeurd? Waar ben ik? Alsof hij onder niet de magie, niet de spreuk, maar onder betovering zat. Ja, van, inderdaad. Van die Apple of Eden dat de Washington met zich meedraagt. Precies wakker is geworden uit een nare droom. We beginnen zoal wel wat hints te krijgen naar wat er precies aan het gebeuren is. En nu kunnen we niks meer doen, dus nu vallen we. Maar dat is de bedoeling dus. Het was de bedoeling, zoals je hebt gezien, ja. En dan komen we eigenlijk terug bij onze zinnen ineens, dacht ik. Ja. Dus, dan ben je terug weer wakker. Ja. Het is heel bizar. Maar over de rest van... het verhaal gaan we natuurlijk niks vertellen. Maar het zorgt wel voor meer nieuwsgierigheid en dat je de laatste DLC ook wilt spelen eigenlijk wel. Dus op dat vlak nu zeker wel, want op het einde, in de cliffhanger die in deze zit, die trouwens inderdaad dus een stuk beter is dan uit The Infamy, krijgen we wel een klein hint dat er misschien dus toch Naval Combat, dus zeegevechten, zouden inzitten. Want ja, goed, ik mag daar eigenlijk verder niks over zeggen, maar we hebben zo'n hint dat er misschien toch wel zoiets zou kunnen aankomen in... wat alleen maar toe te juichen valt, want de Naval Combat is nog altijd top-notch. Het was een van de beste stukken van heel Assassin's Creed 3, daar heb ik mij rot mee geamuseerd. Dus ja. En dan bevinden we ons nu terug in Boston, waar je nog altijd dus wel gezocht wordt. Dus al die bewakers overal, ze gaan nu allemaal direct spotten, zoals ze niet zouden doen in de hoofdgame. Waar hij anders van alles moest fout doen eerst en dat je dan... Dan pas werd je aangevallen en nu is het... Dus je moet echt ook wel in beweging blijven en je krachten gebruiken als je niet constant in combat wilt zitten, ja. Nu, wat is er nog altijd allemaal te verzamelen zoals in de vorige DLC? Dat zijn nog altijd de classics, hè. Die lucid memories kan je nog altijd verzamelen en zo van die herinneringen precies uit de volwaardige game dan. Inderdaad. Kistjes en... ja, sidequests. En spijtig genoeg, dezelfde sidequests. Krak, dezelfde sidequests. Hongerige etengevers. Zijn er ook wolven die aangevallen... mensen die aangevallen worden door wolven? Ja, zijn er ook weer. Zelfs in de stad. Blijkbaar kan het, in Boston. Ja. Okay. Maar het is nog altijd hetzelfde. Ik wil zelfs hier even rondlopen om te zien of ik nergens zo'n opdracht nu krijg. Daar linksboven misschien? Want linksboven, dat is meer denk ik... de pijl die het noorden aanwijst op mijn kompas, ja. Nou, daar rechts is een kistje, zie ik. Mijn kompas. Oh, een kistje, maar... daar gaan we misschien niet veel... is daar in de buurt iets.
Het is mogelijk. Ik zal eens naar daar gaan. Niet dat de kist veel gaat uithalen. Wolfkracht, wolven oproepen. Kan nog altijd allemaal, dus zoals je ziet. Ja. Waar is dat kistje nu? Ja, daar. Maar niks speciaal hier hoor. Het is ook weg eruit. Ik denk dat ik gespot ga worden. Of gemapt ga worden. Kan ik zien, hè. Zo val wel. Snel, 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 snel. Open die kist. Geel, geel, geel. Wat een geluk. Kon die beter hebben. Er staan wel 16 man rond u. Ja, die staan er echt te wachten van. We gaan hem verrassen. Wachten totdat hij... Hè. Hij denkt dat hij het haalt en dan halen we hem neer. Sorry, jongens. De combat is nog altijd wel leuk. Absoluut. Heel intuïtief. Ja, het blijft wel leuk, hoor. Daarom niet van, maar ja, het moet uitschijnen natuurlijk op andere vlakken dan de hoofdgame. En die zijn er dus wel. Maar op veel andere vlakken is het zo weer... Ja. Minder. Net niet, hè. Ja, ja. Dus nu, hoeveel zou jij de game, de DLC alleszins ongeveer schatten? Wel, het pakket kost opnieuw 10 euro. Ik vind dat nog altijd veel geld. Ja, kun, zeker voor... Je makkelijk laten zakken tot 5, hè. Veel DLC's. Wow, 5 is misschien alweer te weinig, maar zo 6, 7 euro lijkt mij... Een mooie gulden middenweg, zoals we dan zeggen. Ze 6, 7 toch... euro. Ja, maar okay. 10, ja, want 10 euro is dan... 5 euro... Ik zou niet klagen, maar... Het moet ook, ja... Het moet ook opbrengen voor hun, oké. Ja, inderdaad. Maar ik zou voor 5 euro dit wel... 5 euro dit direct wel kopen. Maar het is nog altijd iets te duur dan... Hè, samen met die bugs die er nog in zitten... En het feit dat die sidequests nog altijd hetzelfde zijn gebleven. Ja, inderdaad. Veel vernieuwing. Er zit wel wat in, maar veel... Toch niet echt hoor. Ze hadden veel kunnen doen. De sidequests die er waren, kijk, dat is weer zoiets typisch, hè. Help the starving civilian. Zo'n uitgehongerde persoon, maar dat hebben we allemaal al in de vorige gezien, in de wildernis. En dat lijkt mij, oké, ja, hier kan het nu nog wel misschien, maar dat van die wolven bijvoorbeeld, dat die het random mensen aanvallen. Ze hadden veel meer met het. De adelaarkrachten en zo nog. Ja, met de urban, het stedelijke decor meer kunnen doen, zoals bijvoorbeeld. Voilà. Mensen bijvoorbeeld redden om uit de stad te helpen dat willen vluchten of zo. Mm-hmm. En helpen en onderweg allerlei bewakers neerhalen met uw krachten of zo. Als sidequest, dat had leuk geweest. Of bijvoorbeeld ja, zo'n soort van time trial door verschillende punten op tijd te halen met uw adelaarskracht. Ja. Dat geeft echt meer vrijheid en plezier ook. Ja. Meer toegespitst op deze specifieke kracht, op die gameplay, en dat is er niet. Dus mijn score is. Ik ga hem uiteindelijk, als je alles in elkaar afweegt, is hij. Een heel klein beetje beter dan die Infamy, dus ik ga hem dan toch een 78 geven. Ik ging hem voor 80 geven, omdat hem toch wel beter is. Meer spanning, meer verhaal, die sidequests, oké, maar nog altijd een topper. Ja. En voor DLC, goh, het is ook langer dan de vorige, hè, dus ik ga hem net iets meer iets geven. Langer, niet veel langer, maar iets langer. Inderdaad. Ja, qua DLC is hij deftig, laat me zeggen. Redelijk deftig. Nog altijd niet wat het zou moeten zijn om maar naar Assassin's Creed standaarden te zijn. Ze maken stappen in de goede richting. Ze maken stappen in de goede richting, dus als het in deze trend verder gaat, dan zou de verlossing misschien wel een deftig stukje DLC kunnen worden. En ja, hopelijk krijgen we dan ook een passend einde. Een interessante finale, ja, waarin dan alle antwoorden worden gegeven. En wel uiteindelijk te weten komen wat er precies aan de hand is, want het is nog altijd vrij onduidelijk. Inderdaad. Dus ja, voor die 10 euro... Denk erover na. Inderdaad. Over nadenken. Niet blindelings kopen. Maar als je de een al in huis hebt gehaald, ga voor de tweede. Ik bedoel, hij is beter. Beter hij dan is de een algemeen en beter, ja. Dan ja. Volgt je het verhaal zeer veel beter. Dus zeker doen. Voilà. En daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Inderdaad. Tot de volgende.